Wat zou je talent zijn als jij Mr. World zou zijn? Een kartrek van zwee. Daar tevreden. Ja, als ik hier niet Mr. World mee win. Wat is uw absolute droomjob buiten voetballen natuurlijk? Hè? Succesvolle ondernemer, hè? Dat lijkt me echt wel leuk. Ja. Wat dat heel moeilijk is. Nee, gewoon dat iets zelf ontwerpen, eigenlijk, echt dat iets van u is en opbouwen. En... Dus eigenlijk wat je nu hebt gedaan, ja, dat succesvol wordt. Ja, iets met u en uw vrienden. En, was het raarste soort voedsel dat je ooit hebt gegeten? Let op, hè. Vroeger, ik denk niet dat veel mensen dat nu nog eten, maar had je zo rauw gekapt, weet je dat? Heb je altijd thuis heel veel. Ik dacht dat er gekapt stond in de koelkast, maar blijk dat was katteneten. Dat was bij ons thuis. Stond eten in de koelkast van de katten en met mijn brood gesmeerd en opgegeten. Echt gebeurd. Ik heb dat echt opgegeten. En later zei ik tegen mijn moeder, die kappen was daar, man. Heb je ooit al iets gecompleteerd van je bucketlist? Ik heb nog wel dingen die ik wil doen. Ja. Dus ik wil ook een paar rare dingen, maar zo de Auschwitz bezoeken en zo. Dat zijn wel dingen die nu onmogelijk zijn. Als jij naar Mars kon gaan, zou je dat doen, ja of nee? Ik denk het niet. Nee. Ik heb hoogtevrees. Man. Dat is niet. Je bent wel een stukje onderweg, man. Wat is één ding wat we niet over u weten? Dat is misschien atypisch voetballer, maar dat ik heel weinig tot geen voetbal kijk thuis. Als je op een reality show kunt zijn. Welke zou dat zijn? Temptation. Sowieso niet Fear Factor. Wegblijven van dat. Misschien zo Expeditie Robinson of zo. Boeien. Ja. Van welke fictieve tv-familie waarschijnlijk dan, zou je wel part willen zijn? Hou met je mother. Geld onbeperkt en je moet niet werken, als dat je je tijd insteken. Ik zou een koersploeg kopen. En ik zou dan geen ploegleider kunnen zijn, maar ik zou wel de baas willen zijn en de juiste mensen aanstellen met de juiste kennis natuurlijk. Uw favoriete seat on airplane? Tegen het raam. Nee, kom er tegen. Ja, ik ook. Nooit in het midden. Het is daar, strak.